Ze verlaten de droge Serengeti in Tanzania op weg naar het noorden. Het is juni wanneer de eerste aankomen in de Keniaanse Masai Mara. Op het eerste gezicht niet echt wild. Bij nadere beschouwing was een andere kudde hen voor. Het werd een drama. Gieren en maraboes kunnen hun reputatie waarmaken als opruimers van de natuur. Het is een van de manieren van de natuur om de balans in evenwicht te houden. Steeds grotere aantallen verzamelen de gnoes bij de rivier. De Masai Mara loopt vol met honderdduizenden hoefdieren. Voor de grote katten is dit een tijd van overvloed. Honderdduizenden gnoes verzamelen zich bij de rivier tot één grote megakudde. Opgeduwd door de massa achter hen komen de eerste in beweging. Van grote hoogte laten ze zich naar beneden vallen. Blindelings volgt de rest. Dan breekt de hel los. Er is geen weg terug. Op het kleine strandje gaat het mis. De uitgang aan de overkant is te smal. Ze hebben in de gaten dat ze in de val zitten en keren terug. De verwarring is compleet. Ze zijn verzeild geraakt in een hopeloze situatie. Bovengekomen kunnen ze er niet uit en de steile oever biedt onvoldoende houvast. Sommigen proberen een stuk verderop een uitweg te vinden. Enkele hebben een weg naar boven gevonden. Anderen net niet. Met hun laatste krachten trotseren zij weer de sterke stroming van de Mara-rivier. Uitgeput vallen ze ter plekke neer. Uit het veld geslagen, verwond en uitgeput staan ze bij elkaar. Weer wordt een poging ondernomen en de crossing loopt weer. Degenen die de overkant haalden, komen over smalle paadjes verward uit de bosjes. Veel van de kalfjes zijn hun moeder kwijt. In paniek rennen ze heen en weer, hopend op die bekende stem. Zo'n 2000 wilde beesten verdronken deze middag tijdens de crossing. Dat lijkt veel, maar in februari zullen in de Serengeti weer 400.000 gnoes geboren worden. Roofdieren alleen zijn niet in staat om het delicate evenwicht in balans te houden. Om de soort sterk en gezond te houden zijn andere omstandigheden nodig. Zoals de crossings.